god, het is wel echt koud. Nou, een hele goede nacht een keer in plaats van goeiemorgen. Is dit het begin van je vlog? Ja. What the fuck? Ja. Wij zijn in België aangekomen. En het is niet helemaal goed gegaan. Want we staan nu voor het huis van mijn schoonouders. We hebben wel een huissleutel. Ja. Maar de sleutel zit langs de andere kant erin. Dus we komen niet in ons huis en ik heb het koud. We hebben zelf een sleutel erin. En wij kunnen de deur niet openen. En ze zijn al lang gaan slapen, want het is nu inmiddels 3 uur. Weet je wat het probleem is? Mijn ouders die laten hun telefoon ook altijd beneden. Ze slapen boven. Dat is zo kut. Zo komt het huis niet in. Het is vet laat. En we zijn gewoon... Ja, voor het huis. Wat gaan we nou doen? Misschien moeten we een hotel pakken. Kom, we gaan naar onze auto. Dat is echt zonde, man. Wanneer die helemaal naar België rijdt, maar je komt... Naar onze auto. Oh, hij gaat nog een keer proberen om de deur open te doen. Ik zat te zeggen, want mijn schoonouders weten niet dat wij zouden komen. Dus stel je voor dat ze gaan denken dat wij inbrekers zijn of zo. Lukt het? Wat was dat? Kutzooi, man. Helaas is het mislukt. We komen er niet in. En ze nemen niet op. Dus we gaan weer weg. Dag. Inmiddels hebben we eindelijk een hotel gevonden. Het duurde echt super lang. Tot we een hotel hadden gevonden die wel plek had voor ons. Ze hadden allemaal geen plek zogenaamd. Ja. En nu zijn we onderweg daar naartoe. Ja, het is toch raar dat je zeg maar... Ik kan bij mijn ouders slapen gratis. Ja. En dan moet ik een hotel pakken. Ja, zeg gewoon kut, man. Maar in ieder geval, wij gaan dus eigenlijk niet echt naar een normale hotel, maar een soort van villa. Waar je dan een kamertje kan huren of zo. Ik weet het niet. Het ziet er wel heel. Dat is een 4-sterren hotel staat. Het ziet er echt nice uit. Nou jongens, het ziet er zo uit. Waarom moet die auto's? Het is wel een vet huis. Het is echt raar dit. Dieven. Ja. Nou, zijn we hier beland. We hebben weer een avontuur hoor. We hebben een auto nog echt lekker geparkeerd, jongens. Oké, ik vind het eigenlijk een beetje eng. Vind je een horrorfilm? Een beetje wel, hè. Nou jongens, we zijn er en het ziet er zo uit. Het is best wel mooi. Echt niet verwacht. Echt een heel ruime bed. En... Oh, dit is de badkamer. Ik ga helemaal stuk. Ik geef er even een rondleiding in ons hotel. Dat vind jij wel leuk. Helemaal leeg. Ik vind het ook echt leuk. Lijkt wel alsof we op vakantie zijn. Ja. Dus ik heb mijn tanden gepoetst. En wij gaan lekker rustig aan naar bed. Nee, echt slaap op niks. Oh, je wist natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Ik dacht al, hij staat bij bed. Wij zijn vandaag wakker geworden in België. We hebben vandaag dus hierin geslapen. Overdag ziet het er heel anders uit dan in de nacht. Ik vond de nacht best wel eng uitzien. Maar het was best wel oké. En we waren de enige gasten daar. Weet je waar ik gisteren nacht opeens aan moest denken? Ja. Ik heb mezelf van Steven als dat zeg maar zo'n huis is waar die mensen zeg maar gewoon zo gek zijn. Ja, ik een ik beetje dacht, horrorachtig. Ja, ik dacht wel even aan een paar horror scènes inderdaad. Maar... Ik had het wel. Maar dat heb ik heel vaak met grote huizen. En besef, wij moesten zeg maar binnenkomen met een code. Zonder dat wij zeg maar verwelkomd werden of zo. Dus wij hadden gewoon een code ingedaan. Toen moesten we zelf naar onze kamer lopen. En dat was het gewoon. Dus dat was allemaal een beetje vaag, maar dat is leuk. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in onze villa. Het heet Villa Magdalena. Dat was maar weer een avontuurtje, hè? Heftig, hè? We hebben nog niet ontbeten, want we waren best wel laat naar bed gegaan. Nee, naar bed gegaan. We waren heel laat aangekomen daar. Ik ga wel volgens mij op vakantie ben nu. Ja, ik ook. Als we ergens hebben overnacht, ver weg van huis. Ik ga het ontbijt zoeken. Ja, ik heb wel echt trek nu. Wij gaan nu even een ontbijtje scoren. Wij zijn inmiddels met mijn schoonouders. En kijk, één keer wat we hebben gekregen. Vorige keer dus met oké. Hebben wij dus gewonnen. En nu moesten ze iets voor onze katten halen. En ik ga jullie precies laten zien wat wij nu hebben gekregen.
Moment. Dit is het cadeautje van Dinar en Lira. Allemaal snackies. We hebben een kleine kaartje. Ik kom er alleen niet bij, hè? Ik heb een kaartje. Goed, hè? We hebben gewonnen, Nes. Nou, lieve Dinar en Lira, geniet van al het lekkere eten dat jullie ouders hebben gewonnen met oké. Dikke kusjes opa en oma. Leuk, hè? Leuk, hè? Jongens, kijk wat we gaan doen. Jano, kom eens hier. Kom maar eerst. Wacht. Oh. Kom maar hier. Wacht, hoe moet ik hem rustig krijgen? Jano! Doe dat alsof je pijn hebt. Adorbet! Helle! Pak hem! Hey, Jano! Hij is zo lief, hè? Hij zal vrouwen beschermen, Jano. Hij houdt niet van geweld. Kom. Nou, dat was onze show, jongens. Nou, inmiddels zijn wij vertrokken. Het was echt gezellig, maar echt heel erg kort. Mijn schoonouders echt, ik denk, 2 uurtjes of zo even gezeten. Nu gaan wij naar de garage. En daarvoor zijn we eigenlijk hierheen gekomen. Want ik mag eindelijk weer mijn auto ophalen. En daar heb ik echt zoveel zin in. Ik heb mijn auto zo erg gemist. Jongens, ik heb 3 dagen niet gevlogen omdat ik geen auto had. En ik al mijn afspraken moest afzeggen. Ik kan eindelijk weer leven. Ik kan gewoon niet zonder auto. Sorry. Er zijn heel veel huizen hier, zeg maar, achter de bosjes. Die er best wel scary as fuck eruit zien gewoon. Ik zou hier nooit kunnen wonen, want ik het gewoon zo eng vind. Maar Nessie zegt dus ook dat hier op het terrein, op een grasveld, achter een huis is. En die staat hier dus bekend als huis het... Was. Was? Is die er niet meer? Is gesloopt. Nee, hoezo dan? Want die zo eng is. Ik waarom? Weet, het huis was helemaal... Het was alleen muren, toch? Dus er was... Maar er was dus een huis op een grasveld hier en die stond dus bekend als spookhuis. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen, er zijn hier zulke enge huizen. Echt, lijkt alsof ze, zeg maar, rechtstreeks uit een horrorfilm komen. Zo eng is het gewoon. We hebben net eentje gezien en die was echt zo oud. Dus ik ben vet blij. Ik sta eindelijk weer in mijn auto. Woehoe! Wij gaan lekker naar Rotterdam, jongens. Rij maar! Wil je in Nederland rijden? Ja. Ik denk aangekomen nu voor een kleine break. Ik heb laatst dus een nieuwe concealer gehaald. Want ik gebruik altijd die LA concealer. LA Girl concealer. Ik had laatst gewoon best wel een dure weer gehad van de MAC die ik vroeger gebruikte. En die is eigenlijk normaal heel goed. Maar ik vind hem nu eigenlijk gewoon veel minder dan LA Girl. Maar ik heb hem wel afgepoederd. En volgens mij hoeft dat niet per se bij deze concealer. Omdat het best wel een droge concealer is. What's up, Nessim? Lief hoor, Nes. Dat is het eigenlijk. Waarom ben je eigenlijk gestopt bij een breakie? Wij staan momenteel in de file. En ik heb net even snel weer die concealer opgedaan. Ik heb eerst die andere eraf gehaald. Gewoon met mijn vingers. En daarna heb ik hem weer opgedaan. En nu ga ik het niet afpoederen. En dan ga ik even kijken hoe het er zo uit gaat zien. Zonder poeder. Ik weet het niet hoor. Maar ik vind die concealer echt gewoon vet droog. Ik vind het totaal niet goed voor de prijs. Echt jammer. Die LA Girl is gewoon beter. En ik heb het over deze concealer. Ik weet dus niet of ik hem verkeerd gebruik of zo, maar ik heb er zelfs een speciale kwast voor gekocht bij de MAC. En het is gewoon... Mwah. We zijn net thuis. En ik ga eigenlijk gewoon gelijk koken. Dat is de planning een beetje. Wij zijn net thuis. En ik heb gelukkig lam meegekregen. Voorbereid is, dus gewoon moeder. En dan kan ik gewoon gelijk beginnen met een stoofpotje te maken. Ik heb echt heel erg zin in een aubergine. Even kijken of ik dat nog in de koelkast heb. Maar ik wil gewoon heel veel groenten met lam eten en dan lekker in tomatensaus. Ik ga nu even dit snel hier even opruimen voordat ik begin met koken. Anders kan ik niet functioneren. Ik heb inmiddels lekker opgeruimd. En ik lig hier in bed, net zoals een beetje aan het werk. Lekker te knuffelen met mijn beste vriendin. Hey! Hallo! Oh, ze wil niet meer. Maar ze is zo gezellig. Blijf even. Lira, kom ook. Lira is hier ook. Zij gaat naar Nessie toe. Lekker hoor. Dus hij is een beetje boos op mij. Hij heeft zo'n afspraak en hij is al een half uur bezig. Echt met zijn haar.
en wil maar niet zitten. Dus ik zei tegen haar, pak gewoon mijn haarproducten. Dat zijn echt goede dingen, maar zijn haar wil niet zitten. Hij is echt gewoon de hele tijd aan het mopperen. Maar, lukt het niet? Nee. Mag ik kijken? Laat het zien. Lekker op stress voor me. We gaan filmen. This is the hair routine of Nessim. Nee, ik zei echt slecht. Besef dat hij lang over zijn haar doet. What the fuck was dat? Nou, ik vind het echt niet leuk. Ik ben aan het lachen. Ik ben aan het koken van binnen. Wacht maar als die camera uit is, dan ga ik echt pak slaag geven. Mijn jongen, mijn buik. Geef eens een föhn of zo, doe iets. Hier is een föhn. Help dan! Inmiddels zijn haar gefund. Ik heb een krullenhoofd. Kijk, wat is dit? Wat is dit? Ben je niet blij nog? Nee. Ik doe zo mijn best voor jou. Ach man, ik boet je helemaal niks. Ik vind het leuk als ik voor schut loop. Kan ik gewoon weer kaal gaan. What the fuck doe jij? Mijn buik. Oh mijn god. Weet je echt een trut? Ik ga het nog een keer nat maken. Oh my god. Wat erg dit. Ik heb helaas geen aubergine thuis. Dat betekent dat ik dus nu nog naar de supermarkt moet. Waar ik echt helemaal geen zin in heb. Want het regent nu echt kapot hard. Dat was super mooi weer vanochtend. Maar het regent nu echt kapot hard. Dus. En ik heb mijn pyjama al aangedaan. Dan vind ik het echt rot om naar de supermarkt te gaan. Maar goed, ik trek even een andere look aan. Jas overheen. Ik ga gewoon bukkelen. Want ik moet per se aubergines hebben. En dat is best een oplossing als je druk hebt. Wandelt even tussendoor. Zo, ik ben net thuis. Ik heb boodschappen gedaan. Nou, dit is wat ik nodig heb. Ik ben lekker kaas aan het eten. Uitjes, courgette, aubergine, tomaat, spersieboontjes. Ik ben nu de uitjes een beetje aan het bakken. En ik kijk nu naar de vlog van Masha. Dat is echt heel interessant, want ze heeft dus cupping gedaan, hijama. En ik wou het altijd doen, maar ik durfde het niet. Want ik wil dus de islamitische cupping doen. En daar doen ze dus sneetjes in je huid. Dat vind ik echt een super eng idee. Heb je het ooit gedaan? En vond je het tof of niet tof? Laat me even hieronder weten, want ik zit erover na te denken. Zo, ik ben eindelijk klaar met koken. Sorry, mijn camera viel uit, dus ik kon niks filmen. Maar ik heb gewoon lekker heel veel groenten met lam. Heerlijk. En ik heb ook nog ayran gemaakt en hij is echt heel goed gelukt. Ik zit nu lekker op de bank en ik ga Temptation Island kijken, aflevering 3. Ik hoop echt dat het leuker is dan de vorige afleveringen. Girl, I've been searching for someone like you.